ASICS Zion, deze jullie laat ik even zien van de Witch Set Match Quest Pack. Deze kost 12 euro. Sinds bij de Court Queen en Risa, ik weet niet hoe het uitspreekt, ruling the court in de Summer Style. Ze heeft Air Styles. Deze heeft ze. Ze heeft ook Outline Cell en Zonder Cell. Die kun je dus ook kiezen als je wil. Alleen ziet de tand al een beetje raar uit, want het heeft nog steeds wel die onlining. En stel dat voor deze, kun je daar ook voor kiezen. En dan hebben we hier daar Babbling, de Racket of the Wish, It is Time to Surf. En deze heeft ook die twee stels, dus deze, deze outlined en deze. En dan hebben we nog de Pickaxe, Rocket of weer the Wish, It is Time to Surf en deze heeft ook. Deze en deze Edstels. En hem dan de rap. Groupshot. Die kan ik niet. Ah, nou wel. En ik krijg ook nog 1500 V-Bucks. En voor die pack moet je dus quests doen en de quests staan hier, dan moet je gewoon van die Daedalus bonus quests en die staan dus... Die bonus quests die zie ik even niet, maar... Ah, er zijn die bovenste hier, deze zijn er. Die moet je dus dan halen en dan krijg je dus op een gegeven moment V-Bucks en loopt dus op tot 500 V-Bucks. En als je dan naar de huisstop gaat, dan staat ze er ook niet meer in, want je kunt daar niet giften. Zoals je kunt zien, staat er niet meer in. Dit is de rap, ja, het is niet helemaal niet, maar wel een grappige rap. Zit allemaal hoofd erop, zeg maar. Ja, afbeeldingen, kan ik beter misschien zeggen. Van characters. Beetje van de anime lijkt het op. Er zit wel een impact op, zoals je kunt zien. Ja, ik denk dat je hier niet echt voor... Oh, wacht. Ik moet deze ook nog veranderen. Ik weet niet of ik nog op tijd ben. Nee, bij mij lukt het nou vast, denk ik. En ja, dan ga ik weer terug als dat kan. Ja, dit locker heeft ook een beetje problemen, zoals je kunt zien met inladen. Ja, ik heb een rondje gedrukt, maar dat doet even. Oké, daar zijn we weer. Ja, dit is een beetje geoutlined. Ja, je ziet niet echt het verschil zo hoor. Ik in ieder geval niet. Ze dus hebben maar weer met lijnen om de skin heen, maar niet op de skin zelf, zeg maar. Dan hebben we dan deze en deze helemaal geen uitlijnen meer. Alleen een beetje glitch als je smaakt, hè? En dan
een ander herstel en dan gaan we gewoon van voor naar achter. Ja, Franse Wurvo, dat deed wel allemaal, ook omdat eens kennen ze en ook omdat ik er nou over toevallig aan dacht. Ja, dit is dus eigenlijk gelijk, ja, zoals ik al zei, ik zie niet echt een verschil met de 3D-multiplayer eigenlijk. Maar ja, dat is ook een beetje de bedoeling, zeg maar, omdat alleen de online is, zeg maar, van de skin. En dit is onze laatste herstel. Dit was de gameplay van de Wizzet Match Quest Pack en deze kostte dus 12 euro. En dan kreeg ik dus 500 V-Bucks voor als je questen doet, dus van die bonus daily. Dat zijn dus deze, als je die complete, dan krijg je V-Bucks tot op het moment, op een gegeven moment, die 1500 dus. En dan hebben we hier dus de skin. Ja, deze eigenlijk dan met deze headstels. En deze skin met deze headstels. Ik ben wel blij dat hij nou gewoon normaal laat en niet dat hij blijft laden zoals de vorige keer. En weer naar de pickers natuurlijk. Zo, de kleur was even kapot van die pickers. Ik weet niet waarom dat was. En ja, oh ja, en de rap. Bijna vergeten. En ja, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet om te liken en te abonneren.